Voilà, dames en heren. De Senaat komt heden van rechtswege bijeen. Overeenkomstig artikel 44 van de Grondwet. Je déclare donc ouverte la session ordinaire de 2021. We hebben een aantal verontschuldigingen. Goffinet en Buijsen. Mevrouw Goffinet, madame Goffinet en de heer Buijsen. De agenda, zoals voorgesteld door het bureau, werd u meegedeeld. Puisqu'il y a, je suppose, pas d'observation. L'ordre du jour est approuvé. En we gaan dan over naar het onderzoek van de geloofsbrieven en eetaflegging van nieuwe leden. Donc, verification des pouvoirs et prestations de serment de nouveaux membres. Bon, we gaan over tot het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Zoé Genot en van de heer Tom Ongena. Niet erop, Zoé, niet erop. Dit is goed. Le bureau s'est réuni le lundi 5 octobre dernier pour la vérification des pouvoirs. Je vous propose d'entendre immédiatement le rapport du bureau. Pas d'objection. Ik geef dan het woord aan mevrouw Kaouchi, om kennis te geven van het verslag van het bureau over het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Genot. Donc, je prie donc madame Kaouchi de donner lecture du rapport sur la vérification des pouvoirs de madame Genot. Merci, monsieur le président, mais nous avions décidé de le faire en duo, si vous voulez bien. Ah, ok, si vous voulez faire un duo, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, en dan geef ik tegelijkertijd het woord aan de heer Ancio om voorlezing te doen van het verslag van het onderzoek van de geloofsbrief van de heer Ongena. Dus gezien het een duobaan is, heb ik begrepen. Meneer Ancio heeft het woord en nadien mevrouw Gauchy. Dank u, voorzitter. Collega's, als u het goed vindt, doe ik het gewoon van op mijn plaats. Nou, anders moet men dat daar ontsmetten en zo. Collega's, ik geef u graag het verslag van het bureau over de vervanging van twee deelstaatssenatoren. Bij brief van 28 augustus 2020 heeft mevrouw Carina van Kouter haar ontslag ingediend als deelstaatssenator met ingang van 1 september 2020. Bij brief van 28 september 2020 heeft de voorzitter van het Vlaams parlement aan de griffier van de Senaat meegedeeld dat de heer Tom Ongena door de politieke formatie G, Open VLD, is aangewezen om mevrouw Van Kouter te vervangen. Bij brief van 28 augustus 2020 heeft ook de heer John Pitsijs zijn ontslag ingediend als deelstaatssenator met ingang van 1 september 2020. Bij brief van 11 september 2020 heeft de voorzitter van het parlement, het parlement van de Franse gemeenschap aan de griffier van de Senaat meegedeeld dat mevrouw Zoé Genot door de politieke formatie D, Ecolo, is aangewezen om de heer John Pitsijs te vervangen. Lorsque le bureau prend connaissance de la désignation d'un sénateur d'entité fédérée, il vérifie si le membre désigné est élu sur une liste appartenant à la formation politique à laquelle était attribué le siège devenu vacant. La vérification des pouvoirs proprement dite est considérée superfétatoire étant donné que celle-ci a déjà été effectuée précédemment par le Parlement d'entité fédérée concernée. Le bureau peut dès lors proposer l'admission de M. Tom Ongena et Mme Zoé Genot comme membres du Sénat. Monsieur le Président. Merci au rapporteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande la parole? Non. Alors, ceci veut dire que je proclame Mme Zoé Genot et le heer Tom Ongena. Donc, je proclame Mme Zoé Genot et M. Tom Ongena sénateur et les invite à prêter le serment constitutionnel. Ik roep mevrouw Zoé Genot en de heer Tom Ongena uit tot senator en verzoek hen de grondwettelijke eed af te leggen. Je vous prie, Mme Genot, comme première. Je jure d'observer la Constitution. Ik zweer de grondwet na te leven.
Dan verzoek ik nu de heer Tommegen om hetzelfde te doen. Dat is heel goed gedaan allebei. Bon, dan gaan we over naar de benoeming van het vast bureau. Ik neem aan dat hier een voorstel over bestaat. Meneer Van Lauw. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik stel voor het uitredend bureau met 5 leden in zijn geheel te herbenoemen. Is hier bezwaar? Vraagt iemand het woord? Vooraleer het bureau dan geconstitueerd, zoals dat heet, te verklaren, maak ik nog even melding van het feit dat ik zowel aan mevrouw Genot als aan de heer Ongena acte geef van hun eedaflegging en bij deze verklaar dat ze aangesteld zijn in hun mandaat van senator. Donc, felicitations, proficiat aan beiden. Gehoord het voorstel van collega Van Lauw, geen bezwaar. Dan verklaar ik het bureau voor samengesteld. En dan nodig ik de voorzitter uit om plaats te nemen hier op deze stoel. Na enkele seconden om heel even de zaak wat desanitariseren. Ik weet niet of dat men dat in het Frans zegt. Desanitariseren, c'est comme ça? In elk geval een beetje gel. Voilà. Dus 1 secondje en mevrouw de voorzitter, ik nodig u dan graag uit plaats te nemen. Donc, ah oui, je vais mis un règlement. Et on passe à la vote. Parfait. Merci beaucoup pour la confiance. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de modification des articles 8, 14 et 75 du règlement du Sénat. We gaan over tot de bespreking van het voorstel tot wijziging van de artikel 8, 14 en 75 van het règlement van de Sénat. De rapporteurs zijn mevrouw Massé en de heer Van Lauw. Demandt-il la parole? Meneer Van Lauw. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik verwijs naar het schriftelijk verslag. Ik had enkel nog de vraag, was er vertrouwen gegeven aan de rapporteurs? Ja, oké, prima. Merci beaucoup. Quelqu'un demande-t-il la parole? Parfait, la discussion générale. Oui, monsieur Vanneau. Over de grond van het voorstel? Ja, donc la discussion, j'ouvre la discussion générale. Quelqu'un demande-t-il la parole? Meneer Van Lauw en dan meneer Das. Meneer Rancio. Ja. Oké. Mevrouw de voorzitter, dames en heren. Vandaag wijzen wij als assemblée een nieuwe voorzitter aan in deze Senaat. En in de eerste plaats wil ik mevrouw Larwil heel uitdrukkelijk bedanken voor de heel goede samenwerking het voorbije jaar met de verschillende fracties. Ik denk dat dit op een correcte, goede manier is verlopen. En zoals dat dus al lang bestaat, behoort de benoeming van de voorzitter tot het onderhandelingspakket van de nieuwe regering, deze nieuwe regering, de paars-groene Vivaldi-regering, die tot stand is gekomen. En waarbij inderdaad ook het voorzitterschap van de Senaat klaarblijkelijk meespeelt in de verdeling van de portefeuilles.
En naar ik goed ben geïnformeerd uit de media, blijkt dat het voorzitterschap als laatste ter sprake komt en dat het in de verdeling van de mandaten een half punt is. Toch iets minder waard dan het voorzitterschap van de Kamer. Maar inderdaad, de paars-groene Vivaldi-partijen hebben dit onderling zo overeengekomen. En het staat al in het lang en het breed aangekondigd in de media, dat er een nieuwe kandidaat zal worden voorgedragen. En onze nieuwe kandidaat is inderdaad jong, nog niet zo lang verkozen in het Vlaams parlement, aangeduid ook hier in deze Senaat. En dat is wel vernieuwend voor deze Senaat, waar dat in het verleden traditioneel dit eerder naar een oud gediende zou gaan. Nu, de kandidaat die straks zal voorgedragen worden, gaf meteen aan dat er vernieuwing moest komen. Vernieuwing in deze instelling, in deze Senaat. En dat is wel een idee waarvoor wij absoluut, wij als N-VA-fractie, gewonnen zijn. En wij denken dan ook dat wij met de nieuwe voorzitter, zoals ook met de uitredende voorzitter, zeer goed zullen kunnen samenwerken. Wij zijn absoluut gewonnen voor die vernieuwing, die verandering en wat ons betreft de afschaffing van de Senaat. En wat ik dan ook zal zeggen, is niet gericht tegen die nieuwe kandidaat, tegen mevrouw Dozen. Want wat ik in de media heb gelezen, dat vond ik eigenlijk bijzonder interessant. Ik lees daarin, een efficiënter België start met een efficiënte Senaat. Ik zal meteen aan de slag gaan met de werking ervan tegen het licht te houden en een hervormingstraject uit te tekenen, uiteraard met respect voor de waardevolle rol die het huidige personeel van de Senaat vervult. En ik heb verder ook kunnen lezen, en ik citeer opnieuw mevrouw Dozen, het toont dat het hen menens is met de nieuwe politieke cultuur. Ik moet even mijn tekst... Ik kijk er naar uit om aan mijn nieuwe taak te beginnen. Ik ga uiteraard wel meer doen dan de debatten leiden. Ook het hervormen van de Senaat staat op de agenda. Een hervorming van de Senaat, en het zal u niet verbazen dat dit voor mijn fractie als muziek in de oren klinkt, voor alle duidelijkheid, ook voor ons moet dit gebeuren met eerbied voor het waardevolle personeel dat ons hier uitstekend bijstaat. Dat wil ik bij de opening van dit parlementair jaar toch nog eens heel uitdrukkelijk vermelden. Onze kritiek op het bestaan van deze Senaat als politieke instelling in de huidige vorm is geen kritiek op de diensten en het waardevolle personeel. Maar in het paars-groene Vivaldi-akkoord kunnen we de volgende passage lezen over de politieke democratische vernieuwing. De regering wil het vertrouwen in politiek als positieve kracht versterken door van democratische vernieuwing een prioriteit te maken. Hier kunnen wij de nieuwe regering zelfs in bijtreden. Ik denk dat het vertrouwen van de burger in de politiek niet groot is op dit moment. Om alle redenen die ik net heb opgesomd, val ik hier dan ook toch wel van mijn stoel van verbazing. Vertrouwen in de politiek herstellen, democratische vernieuwing, hervorming, het klinkt allemaal goed, maar als het erop aankomt, zien wij hier toch een vorm van postjespakkerij. Hier ligt namelijk een reglementswijziging voor die nodig is om aan de zevende partij in deze assemblée het voorzitterschap toe te kennen. Wij gaan het reglement dus niet wijzigen om het systeem efficiënter te maken, om efficiëntere instellingen, om een efficiënter land te krijgen, om het vernieuwen of het vertrouwen in de burger, van de burger in de politiek te vergroten. Nee, we doen dit om de zevende partij in deze assemblée het meest begeerde postje in deze assemblée te krijgen. Men was namelijk even vergeten, bij die verdeling tussen de paars-groene Vivaldi-coalitie, dat dit niet kon volgens het huidige reglement. De huidige regels bepalen dat er 5 leden overeenkomstig de evenredigheid, overeenkomstig hoe de mensen hebben gestemd, dat het bureau samen wordt gesteld met 5 leden overeenkomstig de verkiezingsuitslag. Dat waren regels die gelden, dat waren regels die voor iedereen van
toepassing waren. En wat stellen we vast met deze reglementswijziging, met dit voorstel van meneer Anciot? Dan stellen we vast dat er een extra postje in het bureau gecreëerd zal worden. Nochtans, het paarsgroene Vivaldi, kan mevrouw Dozen straks na deze reglementswijziging eigenlijk perfect voordragen. Dat kan de MR-fractie, dat kan de PS, dat kan Ecolo Groen, kunnen dat doen, zonder dat we eigenlijk deze reglementswijziging moeten doorvoeren. Dat is perfect mogelijk. Maar dan is er natuurlijk één postje, één mandaat minder in dit bureau. Dus we kunnen dan ook spreken over mooie woorden zoals politieke democratische vernieuwing, over een nieuwe politieke cultuur, over het vertrouwen herstellen, over de politiek als positieve kracht. Maar voor ons heeft deze reglementswijziging niets te maken daarmee. Dat zijn allemaal mooie woorden, maar dat zijn allemaal holle slogans. En daarom zullen wij deze reglementswijziging absoluut niet steunen. Ik dank u. Meneer Daes. Er is door de zelfbenoemde democratische partijen al veel gesold met de democratie in dit land. En vandaag willen jullie daar nog eens een nieuw hoofdstukje aan toevoegen. Want zo is in het kader van de federale regeringsvorming bij de verdeling van de ministerposten afgesproken, het voorzitterschap van de Senaat moet en zal naar Open VLD gaan. Kwestie van de verhoudingen te respecteren die werden afgesproken bij het graaien in de grabbelton van mandaten die beschikbaar waren gekomen bij de regeringsvorming. Nu is die Open VLD volgens de rangorde van grootte in dit parlement slechts de zevende partij. In democratisch opzicht eigenlijk niet bepaald een positie om het voorzitterschap van een parlement te kunnen claimen of opeisen. En dat kon men zich in betere democratische tijden ook niet voorstellen, dat een dwergpartij die maar een heel bescheiden deel van het electoraat vertegenwoordigt, het voorzitterschap zou kunnen bezetten in dit parlement, met als resultaat dat zich daarvoor nu een reglementair probleem stelt. Het is een unicum in de geschiedenis van deze Senaat. Om dat toch nog vandaag door te kunnen drukken, wil men hier nu holder de bolder een aantal machinaties en kunstgrepen doorvoeren. En de heer Anciot mag dan al beweren dat hij dit voorstel tot reglementswijziging in tempore non suspecto heeft opgesteld. En dat mag dan nog kloppen ook. Feit is dat men dit nu wel in zeven haasten door het bureau en door deze plenaire vergadering jaagt in het kader van de afspraken die de machtspartijen bij de regeringsvorming hebben gemaakt, geheel volgens de aloude politieke cultuur die gekenmerkt wordt door duistere achterkamerpolitiek en pure politieke zelfbediening. En voor alle duidelijkheid, mevrouw Dozen, het gaat mij hier niet over uw persoon in kwestie zelf, maar over het principe. Mijn vraag is aan jullie, beseffen jullie eigenlijk wel waar jullie mee bezig zijn? Een hoeksteen van de parlementaire democratie is de ons allen welbekende scheiding der machten, waarbij het essentieel is dat de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht onafhankelijk van elkaar kunnen werken. Wat jullie met deze kunstgreep in feite doen en de facto al vele jaren doen, is het parlement, wat zijn voorzitterschap betreft, ondergeschikt maken aan de uitvoerende macht door de toekenning van dit voorzitterschap in te schakelen bij de verdeling van de ministerposten. Zo hoort het niet in een gezonde democratie. In een gezonde democratie is het parlement onafhankelijk van de uitvoerende macht. En dat is niet alleen een zaak van theorie, maar is ook ingegeven door het feit dat het parlement tot taak heeft de uitvoerende macht te controleren. De voorzitter van een parlement geeft bij wijze van spreken de heilige opdracht de prerogatieven van het parlement en van de parlementsleden te verdedigen tegenover die uitvoerende macht. Maar hoe kan hij of zij dat doen als men schatplichtig is aan deze uitvoerende macht? Hoe kan men dat doen als men vanuit dezelfde cenakels komt die de uitvoerende macht bemannen? Hoe kan een parlement deze taak
naar behoren vervullen als het hoofd van de instelling door diezelfde uitvoerende macht als een waakhond werd aangeduid om op momenten waar het echt ertoe doet niet de kant van het parlement te kiezen, maar wel de kant van die uitvoerende macht. We kennen allemaal het antwoord op deze vragen, zowel in theorie als in de praktijk. Nee dus. In een gezonde democratie zou de voorzitter van een parlement per definitie niet de speelbal mogen zijn van het gekonkelvoes tussen de regeringspartijen. In een gezonde democratie zou de voorzitter van een parlement idealitair uit de oppositie moeten worden aangeduid, want dat is de garantie dat hij niet de kaart van de uitvoerende macht of van de regeringsmeerderheid zal trekken op cruciale momenten, maar wel de prerogatieven en de onafhankelijkheid van het parlement zal verzekeren tegenover de machtsaanspraken van die uitvoerende macht. Dat is de enige echte waarborg wat het voorzitterschap betreft, dat het parlement zijn controlerende taak ten aanzien van die uitvoerende macht optimaal zou kunnen vervullen. En wat ons betreft zou het voorzitterschap van dit parlement dan ook best gaan naar N-VA, dat niet alleen de grootste oppositiepartij is, maar op dit moment ook de grootste partij tout court. En de particratie, collega's, heeft de jongste decennia de betekenis van de diverse parlementen al fors uitgehold. En vandaag wordt daarom platte opportuniteitsredenen in hoofden van de traditionele partijen een hoofdstukje aan toegevoegd. Zij zien hun electorale aanhang stevast smelten als sneeuw voor de zon, met als resultaat dat een aantal van hen met de huidige regelgeving niet meer in aanmerking komt voor het voorzitterschap van deze assemblee. En blijkbaar gaan jullie er zelf vanuit dat dit een niet meer te stuiten evolutie is, en dat zou wel eens kunnen stroken met de waarheid, en willen jullie dus door dit manoeuvre de kansen gaaf houden om wars van elke evenredige vertegenwoordiging het voorzitterschap van deze assemblee te claimen. En meneer Assiot, waar was u toen niet de traditionele partijen, maar nieuwe politieke formaties omwille van hun beperkte omvang het voorzitterschap niet konden waarnemen? In tegenstelling tot nu was dit toen uw zorg niet en was dit toen voor u niet zo belangrijk. Collega's, wat hier wordt voorgesteld staat in het teken van de verdere versterking van de particratie in dit land en is een fraai staaltje van de oude politieke cultuur en politieke zelfbediening. Het zal u dan ook niet verwonderen dat wij aan deze evolutie niet wensen mee te werken en dan ook met veel enthousiasme tegen deze wijziging van het reglement zullen stemmen. Ik dank u. Meneer Ranciot en dan meneer Daams, madame Massé. Dank u, mevrouw de voorzitter, beste collega's. Ik kom alleen maar tussen over het reglement en de reglementswijziging. Dat staat op dit ogenblik op de agenda. Ik kom tussen omdat er een aantal zinnige zaken zijn verteld daarnet. Ik heb mijn voorstel inderdaad in tempo in ons respecto voorgelegd. Niet alleen deze legislatuur, maar ook in de vorige legislatuur. Ik heb mijn voorstel ooit ook voorgelegd in het bureau, om het te laten stemmen in het bureau. Het is toen niet gestemd, omdat veruit de meeste partijen toen geen voorstander waren van dit voorstel. Mijn voorstel is puur en alleen ingegeven vanuit een democratische reflex. Het parlement, mijn voorstel, is ingegeven vanuit een puur democratische reflex. Het parlement moet zelf beslissen wie voorzitter kan worden. En in tegenstelling tot het reglement van de Kamer, of in tegenstelling tot het reglement van het Vlaams parlement, of in tegenstelling tot het reglement... Voor mij mogen we mij onderbreken, hè, zoveel als dat wilt. Ja, meneer Van Loo. Meneer Ranciot, gelooft u nu echt zelf dat het parlement beslist wie voorzitter wordt, dat de Senaat beslist wie voorzitter... Ik heb het nog niet gedaan, hè, beste vriend. Zou het niet kunnen? Ik heb het nog niet gedaan. Zou het niet kunnen dat een klein krantje van partijvoorzitters die afspraak heeft gemaakt? Ja. En ik neem aan dat er hier wel andere kandidaten zijn of zouden zijn en dat er misschien andere meerderheden zouden ontstaan zijn. Maar laten we een kat noemen.
Er is een klein krantje dat beslist heeft wie voorzitter kan worden. En niet deze assemblée. Maar uw tussenkomst is nog niet op zijn plaats. Wacht nog even, ik zal daar onmiddellijk op antwoorden. Meneer Beks. Ja, ik heb een korte vraag aan collega Van Lauwen, die ons hier de levieten komt lezen. Maar ik vraag mij af hoe dat gaat wanneer de N-VA een regering vormt. Hoe is dat gegaan in 2014 met de aanstelling van de senaatsvoorzitter en de kamervoorzitter? Hoe is dat gegaan met de voorzitter van het Vlaams parlement in deze legislatuur? We hebben daar alleszins geen reglement voor moeten wijzigen. De voorzitter werd aangeduid op basis van de geldende regels. En nu wordt de voorzitter aangeduid op basis van een snelle reglementswijziging. Dat is het fundamenteel verschil. Maar wie heeft de mond vol over politieke vernieuwing? Hoeveel punten had Siegfried Brakke? Oké. Het woord is aan meneer Ancio. Ja, dank u, voorzitter. Dus ik vind inderdaad dat een reglement ervoor moet zorgen dat het parlement zelf zijn keuze kan maken. Dat is mijn absolute overtuiging. Ik heb mijn voorstel ingediend in de vorige legislatuur. U onder meer was daar toen tegen. Op een moment dat het niet in functie was van de verkiezing van een nieuw voorzitter. Er was juist voorzitter De Vrenje was vervangen door Jacques Brocci. En nadien is mijn voorstel in het bureau ter sprake gekomen. U was daar groot tegenstander van. Louter en alleen omdat u toevallig tot de vijf grote partijen behoort, of toen zelfs tot de vier partijen behoorde, die in de eerst vijf nuttige coëfficiënten van het systeem Dodd viel. Dat had dus niks met op zich het inhoud van het voorstel te maken, dat had alleen met eigenbelang te maken. Ik heb dit voorstel opnieuw ingediend. Ja, maar ik heb hier geen belang bij, hoor, meneer Van Lauwen. Geen enkel. Oké, als je dat maar weet. Ik heb dit voorstel opnieuw ingediend, met name op 3 oktober 2019. Voor zover ik weet, ik kan me vergissen, was er toen al een voorzitter aangeduid van de Senaat. En heb ik opnieuw gezegd aan al diegenen die het wilden lezen, dat ik ervan overtuigd ben dat de Senaat het recht moet hebben om tussen al haar leden te kiezen wie dat voorzitter is. En niet alleen voor een beperkt kransje van partijen die niet eens noodzakelijk de helft van het aantal mandaten vertegenwoordigt van deze assemblée. Ik heb dus een voorstel gedaan dat eigenlijk in overeenstemming is met de basis in de Kamer, in het Vlaams parlement, in het Brussels parlement, in de Franse gemeenschap, in het Duits-talig parlement en wellicht in de meeste parlementen in democratische landen. Okay? Dus dit voorstel is ingediend in tempore non suspecto. Voor de toeschouwers misschien even zeggen waar het over gaat. Vroeger kon men alleen maar een voorzitter kiezen uit, laat ons zeggen, ik ga het gemakkelijk maken, de vier grootste partijen of de vier grootste groepen in het parlement. Nu, met dit voorstel, indien het gestemd wordt, meneer Van Lauwen is er al van overtuigd, ik ben u dankbaar daarvoor, nu zal er mogelijk in de toekomst kunnen gestemd worden tussen alle parlementairen die behoren tot fracties die vertegenwoordigd zijn in de vaste commissies. Dat wil zeggen dat van de 61 parlementsleden vandaag er in concreto 59 kandidaat kunnen zijn voor het voorzitterschap. Twee spijtig genoeg niet, omdat er één groep is die niet vertegenwoordigd is in de vaste commissies, met name de CDH. CDH, ik heb ze daarover gesproken en de procedure om het evenredig te houden. Het bureau was zodanig ingewikkeld dat zij ook zeiden van ja, laat het maar zo. Het verruimt al fors de mogelijkheden om te kiezen. Dat is de doelstelling. En deze doelstelling is gekoppeld aan het toch evenredig houden van het bureau. Het bureau is een belangrijk onderdeel van dit parlement. En natuurlijk is het zo dat indien er bureau op een andere wijze wordt samengesteld, ja, de beslissingen voor dat bureau
ten opzichte van de plenaire zitting zijn toch wel essentieel. Dus moeten de verhoudingen een beetje gerespecteerd worden. Dat wil zeggen dat het stemrecht min of meer evenredig moet zijn met de grootte in de plenaire zitting. Dat is de bedoeling. Collega's, ik ga, ja, als je mij, als je begint te spreken over iets dat mij zeer nauw of zeer na aan het hart ligt, dan kan ik er niet over zwijgen. Ik hoop dat niemand mij dat kwalijk neemt. Ik ben er ook van overtuigd, absoluut van overtuigd, dat een parlement absolute vrijheid moet hebben in de keuze van een voorzitterschap. Ik bepleit dit al vele, vele jaren en ik bepleit dat consequent of dat ik in de oppositie of in de meerderheid zit. Ik bepleit dat al vele jaren. Ik vind dat elk parlement onafhankelijk zijn voorzitter moet kunnen kiezen. Vroeger zou ik zelfs gezegd hebben dat het mij beter lijkt dat dat vanuit een oppositie zou zijn. Omdat dat dan meer de rechten van de minderheid waarborgt. En ik vind dat democratie heel vaak gaat over de rechten van de minderheid. Rond de Senaat is dat een op zich moeilijke situatie. Ik hoorde gisteren in een gesprek, onder meer met mij, dat collega Van Lauwe zei, de Senaat... Ja, dat is het parlement van de deelstaten, van de deelgebieden. Dus heeft die federale meerderheid daar op zich geen fluit mee te maken. Ik ben blij met uw inzichten. Want in de vorige legislatuur had u een heel ander idee daarover. Maar ik vind dat juist. Ik vind dat in de Senaat bij uitstek er niet noodzakelijk meerderheid en minderheid moet zijn. Dat rond een voorzitterschap er afspraken worden gemaakt tussen groepen, tussen partijen, dat vind ik op zich niet erg. Maar het initiatief zou volgens mij inderdaad vanuit het parlement moeten komen. Ik lees in het federaal regeerakkoord dat de aanpak van de particratie, het verminderen van de particratie, een belangrijke doelstelling is die deze meerderheid wil realiseren. Ik ben daar bijzonder gelukkig om, omdat ik ervan overtuigd ben dat particratie mee de kracht van het parlement beknot. Maar wat nog meer de kracht van het parlement beknot, dat is... Ja, als het mag. Meneer Van Loo en dan meneer Wes in Kop. Meneer Ansio, dat zijn echt wel heel mooie woorden. U zegt de particratie moet aangepakt worden. Ik weet niet of je dat altijd gaat mooi blijven vinden, hè? Want uw partij is ook een grote partij. Hè? U zegt de particratie moet aangepakt worden. Maar wat mij dan verwondert is dat in uw voorstel er staat, en ik zal het letterlijk uitciteren, indien de voorzitter niet behoort tot een fractie waaraan met inachtname van de evenredige vertegenwoordiging van artikel 7 eerste lid vermelde mandaten zou worden toegekend, wordt het bureau met een derde bureaulid uitgebreid. Lees dus, met een andere partij uitgebreid. Wat hier dus nu van toepassing is. Er zal een partij bijkomen. U zegt, u bent tegen die particratie die bepaalt hoe de samenstelling is. Maar in uw reglement gaat u er wel voor zorgen dat er een mandaat wordt bijgecreëerd voor een partij, omdat ze nu te klein is om in aanmerking te komen. Dan lees ik ook... U hebt het niet begrepen, maar dat is niet zo. Meneer Van Loon. U zegt, ja, in het regeerakkoord willen we die particratie aanpakken. Dus we zien nu als eerste voorbeeld dat er een mandaat wordt bijgecreëerd voor één partij die normaal niet in aanmerking komt volgens de regels die gedurende jaren bestaan hebben. Wat stel ik ook vast? Deze Vivaldi-regering moet ook 7 vicepremiers hebben. Dat zijn er 3 meer dan in de vorige regering. Omdat die particratie moet spelen. Dus het zijn niet politieke families. Die particratie moeten elk een vicepremier hebben. Er zijn meer kabinetaars in deze regering. En er zijn ook 2 leden meer in deze regering dan in de vorige regering, Michel. Dus voor alle duidelijkhed, wanneer u nu met mooie woorden
met holle woorden... ...komt zwaaien om te zeggen, we gaan die particratie aanpakken, zodat ook het parlement kan bepalen wie voorzitter is, dan staat uw voorstel en wat we nu in de praktijk zien, haaks op die politieke vernieuwing die zo wordt verkondigd in de media, in dat regeerakkoord. En dan bent u absoluut niet geloofwaardig. Meneer Daas. Ja, mevrouw de voorzitter, collega's. Meneer Anciot presenteert zich hier als de grote voorvechter van meer democratie. En u vindt onder meer dat iedereen in deze assemblee voorzitter zou moeten kunnen worden van deze senaat en dat u opkomt voor de belangen van minderheden in deze senaat, van kleine groepen. U bedoelt hier waarschijnlijk ook de SPA-fractie, die ondertussen daartoe kan gerekend worden. Maar ik vraag me af, meneer Anciot, waar dat uw grote democratische reflex was toen het in het begin van deze legislatuur ging over de voorzitterschappen van de commissies. U was toen de grote initiatiefnemer om de tweede grootste partij van dit land, namelijk het Vlaams Belang, te ontzeggen wat daar rechtmatig toekwam op basis van de regels in zaken evenredige vertegenwoordiging. U was toen de grote voorvechter en de initiatiefnemer om het Vlaams Belang overal uit te houden. En het was zelfs geen kwestie van speciale regels. Nee, u hebt toen de geplogenheden van deze assemblee met de voeten getreden. Dus als u zich nu opwerpt als de grote democraat, dan is die alleen ongeloofwaardig, meneer Anciot. Dat is gewoon ronduit hypocriet. Want het feit alleen al dat uw voorstel hier vandaag bij de installatie van deze zitting wordt besproken, is het schoonste voorbeeld van politieke zelfbediening. En u bent dan de Chinese vrijwilliger die dat hier mag komen verdedigen met een aantal holle woorden die u debiteert van op het spreekgestoelte, maar waartegen u eigenlijk elke dag opnieuw handelt als het gaat over de praktijk in deze senaat. Monsieur Anciot, pour conclure. Ja, ik zal afronden. Ja, u kan zeggen dat ik holle slogans vertolk, dat ik hypocriet ben of wat dan ook. God ja, tegenwoordig wordt de wijsheid en de waarheid door velen gebruikt en misbruikt. Ik heb het gevoel dat Trump hier ook duidelijk navolgers heeft. U kan mij verwijten wat u wil. Ik heb nooit de rechten van, het is eender welke partij, met de voeten getreden, maar ik vind wel, collega's, dat het systeem DONT geen echt democratisch systeem is. Eén. En twee, dat de commissievergaderingen inderdaad voorgezeten mogen worden door diegene die door de commissie verkozen wordt. En nergens in de commissie, en gelukkig maar, hebt u een meerderheid gevonden voor uw kandidaten. En dat vind ik maar een goede zaak ook. Voorzitter, ik sluit af. Het reglement is helemaal geen versterking van de politieke partijen. Het reglement heeft ervoor gezorgd dat de evenredigheid van de plenaire zitting in het bureau behouden bleef. Dat is het wat we hebben gedaan. En we hebben er ook voor gezorgd dat elke groep een fractievoorzitter heeft in het bureau. Soms kan dat zijn zonder stemrecht, maar in ieder geval zodanig dat er daarnaar kan geluisterd worden. En dat vind ik goed. En een voorzitter, van welke partij je dan ook is, de voorzitter van de Senaat, wordt wat mij betreft op dat moment een beetje aseksueel, toch politiek aseksueel. Die kan niet de belangen van één fractie verdedigen. Vandaar dat ik het normaal vind dat de voorzitter van die fractie ook in het bureau vertegenwoordigd is. Collega's, of men dat nu gebruikt, misbruikt of wat dan ook, ik ben in ieder geval blij dat we een stap zetten naar een reglement waarin dat de Senaat in de toekomst uit alle geledingen van deze plenaire zitting zijn voorzitter kan kiezen. En dat is het enige dat ik belangrijk vind in dit reglement. Dank u wel. Merci, monsieur Meneer Daams en daarna madame Massé. En mevrouw De Bie. En monsieur Engotsen. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik zou willen beginnen met in navolging van een aantal collega's u te bedanken
voor uw voorzitterschap tot nu toe. Ik denk dat het gerechtvaardigd is, zelfs de oppositie heeft dat beaamd, dat u dat op een voortreffelijke manier heeft gedaan. En alle waardering daarvoor. En u behoort niet tot de grootste partij, maar u heeft dat toch voortreffelijk kunnen doen. Hè? Dus met andere woorden, het is geen beletsel om niet tot de grootste partij te behoren, om goed te zijn in wat dat je doet. Want dat is eigenlijk een beetje de redenering die ik van sommige grotere partijen bij het laatste verkiezingsresultaat hoor. Dus als je bij de grote bent, dan zijn er een goeie. En als je bij de slechte bent, niet. U bent het bewijs, mevrouw de voorzitter, dat dat absoluut niet klopt. Bovendien bevestigd door de partijen die die stelling huldigen. Wat hier voor ligt, en ik dank collega Ancio, want ik was erbij wanneer u dat in het bureau heeft gebracht. En u zal zien dat ik een van diegenen was die daarvoor was. Vanuit de heel eenvoudige redenering dat inderdaad het niet correct is dat de Senaat opgesloten is in een keuze voor haar voorzitter. Opgesloten door het feit dat een bureau een beperkt aantal leden kent en dat dat dan daaruit moet komen. Ik maak meteen de randbemerking naar collega Van Lauw. Dat als hij vindt dat het niet kan dat er een bureaulid bij komt, het staat hem vrij om zijn bureaulid niet in te vullen. Hè? Bedoel, dan is dat ook opgelost. Hè? Ja. U zou dat kunnen. U zou dat kunnen. Ja, u zou dat kunnen. Ik geef toe, het was om u een beetje te kietelen, en ik geef het toe. Maar het is wel waar. Als u vindt dat dit reglement iemand bijvoegt, dan kan u die van u niet invullen en dan is het probleem opgelost. Maar het gaat verder dan dat. En collega Ancio heeft het aangehaald. Het is een zeer evenwichtig voorstel, collega Ancio. Ik dank u daarvoor. Waarom? Het behoudt de verhoudingen, de machtsverhoudingen in de Senaat volledig. Ik kan ervan meespreken, want mocht mijn collega Stefanie Doze straks verkozen worden, dan zal ik een stemrechtloos fractievoorzitter zijn. Met andere woorden, in het reglement is duidelijk voorzien dat we de verhoudingen binnen dit huis niet wijzigen. Nogmaals, dit wijzigt niet, want ik zal dan degene zijn, met plezier overigens, die dan niet zal meestemmen, mocht dat al nodig blijken. Maar ik neem aan dat de nieuwe voorzitter, wie het dan ook is, er wel zal op toezien van zoveel mogelijk bij consensus te functioneren. En met andere woorden, je krijgt onmiddellijk kunnen tussenkomen. Wacht even, jongen, het al een tijd, rustig. Het is een voorstel, want ik heb nog een paar andere dingen voor u. Uiteraard. Het voorstel is evenwichtig. Het combineert het feit dat elk lid van deze Senaat, spijtig met twee uitzonderingen, kan voorzitter worden, voorzitter worden. En tegelijkertijd respecteert het volledig de verkiezingsuitslag in termen van de machtsverhoudingen binnen dit huis. Punt. Ik was daarvoor toen, u heeft het ingediend, anderen waren daartegen. Vanuit de redenering, omdat we groter zijn, hebben we in deze meer rechten, wat niet is, want je verkiest een parlementsvoorzitter. En toch één opmerking, dan kan u meteen aan de slag. Als we het er dan toch over hebben, over wie dat hier postjes pakken, hypocriet, het is gevallen. Het is misschien cru om het te zeggen, maar dan respecteer ik Guy zijn tussenkomst nog meer. Want hij is nog nooit in de situatie geweest om mee die posten te verdelen waar u wel in geweest bent en met heel veel dankbaarheid ook die posten heeft gepakt. Niet waar? N-VA-voorzitter van de Kamer, meneer Bracke, was een onderdeel van de regeringsvorming toe. Dat kan ik u niet verwijten. Bon, maar dat kan ik u wel verwijten. Want dan, als het u uitkomt, dan is het wel goed. Maar als het u niet uitkomt, dan is het postjespakkerij. Dat is gewoon, collega Van Lauwe, niet correct. Dat is gewoon niet correct. Allee, het is nu aan u en dan heb ik er nog een paar voor u. Collega Dames, u noemt dit een evenwichtig voorstel. U noemt dit met respect voor de verkiezingsuitslagen. Zoals u weet, de verkiezingen die zijn al anderhalf jaar geleden teruggenomen, plaatsgevonden. En nu gaan we zeggen, anderhalf jaar later, ja, nu moeten we toch eigenlijk de regels gaan wijzigen. Nu moeten we de regels wijzigen op maat van één partij. Omdat er een akkoord is tussen Paars, Groene, Vivaldi-partijen, moeten de regels die een jaar geleden ook bestonden, en als het inderdaad zo oprecht was van meneer Ancio en van de Vivaldi-partijen om dat te wijzigen in die richting, omdat inderdaad er meer evenredigheid had moeten zijn volgens wat ik nu hoor,
Dan had u dat inderdaad een jaar geleden kunnen agenderen. Dan hadden we daar een jaar geleden. Maar mijn partij heeft nooit, maar dan ook nooit, de spelregels gewijzigd wanneer het spel gespeeld wordt. En dat stellen wij nu vast. De spelregels worden gewijzigd op maat van één partij op basis van afspraken die er gemaakt zijn binnen de paarsgroene meerderheid. En dat is niet correct. En daar hebben wij als partij nooit aan meegedaan. Dat is geen voorbeeld van politieke vernieuwing waar Ecolo en Groen het altijd over heeft. Dit is posjespakkerij in de ergste graad. En dat verwijt ik de Vivaldi-partijen dat men dit nu gaat doen wanneer we zelfs een nieuw bureau gaan samenstellen. Oké, okay, goed. Meneer Dams. Allee. Bon. Is het juist dat dit een onderdeel is van de regeringsvorming? Maar ja, we moeten dat toch niet ontkennen? Is dat een onderdeel van evenwichten die tussen partijen wordt gevonden om samen een regeerakkoord uit te voeren? Maar ja, natuurlijk. Was men daarvan op de hoogte dat een reglementswijziging nodig was indien men een keuze wilde maken buiten degene die in het bureau zit? Maar ja, en ik kan het weten, want ik heb ze zelf gezegd. Ik heb ze, en al is al een hele tijd geleden trouwens, dat ik hen dat al gezegd heb, diegenen die rond de tafel zaten, nog vooraleer dat de definitieve samenstelling bezig was. Dus het is helemaal niet onbekend. Dan zegt u, ja, de regels wijzigen tijdens het spel. Maar collega Anso, we hebben elk een beetje ervaring. Ik denk toch, als je een wet wijzigt, dat je ook de regels of de spelregels wijzigt wanneer het spel bezig is. Hè? Dat is wel de essentie van het parlement, hè. De essentie van het parlement is kunnen spelregels aanpassen op het moment dat het spel aan het spelen is. Daar gaat het toch over. En gaan we hier nu flauw doen om te zeggen, ja, nee, dat is om inderdaad mogelijk te maken dat mevrouw Doze desgevallend voorzitter kan worden? Uiteraard ja. Ik heb geen enkele reden om niet te zeggen dat dat ja is. En ik ga u zeggen waarom. Waarom, collega Van Lauwe? Omdat, en het was collega Dazeleer, Guy, die zegt, beseffen jullie wel met wat je bezig bent? Ik citeer u, denk ik, letterlijk. Wel, ik besef heel goed waar we mee bezig zijn en deze meerderheid beseft ook heel goed waar ze mee bezig is. Voor het verslag, mevrouw de voorzitter, in de Senaat is er een Vlaamse meerderheid. Hè? Het is een detail, maar tel het een keer na, het is een detail. Normaal zouden we nu moeten omhoog springen, maar fijn. Maar het is wel zo. Dus in de Senaat is er een Vlaamse meerderheid. Voilà. Niet onbelangrijk, als we straks, niet onbelangrijk als we straks misschien bijzondere wetten moeten wijzigen. Mevrouw de potentiële nieuwe voorzitter, dan weet u dat ook. Maar weet u waarom het dat belangrijk is, kan u dat zeggen. Omdat de kandidaten, en dat doet geen enkele afbreuk, mevrouw Laruelle aan u. Integendeel, het is een afspraak tussen partijen. Maar gegeven de afspraak tussen de partijen, die er is, dat de kandidaten die we voorstellen een briljante jonge dame is, 39 jaar, excuseer dat ik uw leeftijd noem, maar dat mocht in deze keer. Dat is de leeftijd die niet genoeg is in de tijd om senator te mogen worden. En ik kan het weten, want toen ik 26 jaar was, collega Doze, dat weet u niet, dan vertel ik het nu. Toen had ik de meeste stemmen in het arrondissement Leuven. De eerste op de lijst 8000, ten tweede 4000, ik 15000. Zij met z'n tweeën 12000, ik 15. Zij verkozen met z'n tweeën en ik en ik. En toen zei de toenmalige partijvoorzitter Guy Verhofstadt, trek het u niet aan, we gaan u coopteren in de Senaat. Dat kon alleen maar 14 jaar later, want toen moest er nog 40 jaar zijn. Ja? Waarom geef ik dat aan? Omdat, gegeven de afspraken binnen de partijen, we inderdaad zijn gaan kijken wie zou in de context van vernieuwing, gegeven de afspraken, een goede kandidaat zijn. En dat is mevrouw Doze. Een briljante jonge dame die niet beperkt wordt, hoor goed, door het feit dat ze lang in het parlement heeft gezeten en dus met volledig open vizier inderdaad een vernieuwing kan inluiden in samenwerking met iedereen. En ik hoop ook met jullie, met de oppositie. Dat is de reden waarom dat ik met overtuiging ook geïnformeerd hebbende dit reglement mee ondersteun, om dat mogelijk te maken, bovendien, los van uw kwaliteiten, collega Doze, bovendien het wezen ook gezegd dat we aan de vorst, koning Philip, kunnen melden dat voor het eerst in de geschiedenis van dit land hij bij de volgende nationale feestdag geflankeerd zal worden door twee dames. Eerst in de geschiedenis twee vrouwen, voorzitters van de twee parlementen in de regering met een pariteit man-vrouw.
Wel, als dat geen vernieuwing is, je zou bij God voor minder het reglement aanpassen. Dank u wel. Merci bien, madame Massé, mevrouw de Béthune en dan meneer Van Loo. Het woord is aan mevrouw Massé. Mevrouw is. Madame la Présidente, chers collègues, je pense que nous devons... Madame Massé. Het was niet nodig om te vervangen, om twee vrouwen te hebben op dat moment. Dus ik denk, collega Daams, en ik heb u bezig gehoord, spijtig genoeg van op afstand dus door corona, maar ik denk dat de manier waarop dat u hebt gereageerd, dat dat eigenlijk toch wel verkeerd is. Wij zijn ook voor verandering, voor vernieuwing. Maar ze kon wel op een andere manier. En u hebt niet getuigd van een echte verandering die ervoor zorgt dat je op die manier geen postjes bijmaakt. En dat is wat er is gebeurd. En dat is wat er hier nu heel de tijd bezig is. En dat mevrouw Dozen een geschikte kandidaat is, daar hebben we het niet over gehad. Natuurlijk is die een geschikte kandidaat. Absoluut. Oui. Maar het kon ook La parole est à madame Massé. Het kon binnen Vivaldi geregeld zijn dat daar vijf plaatsen in het bureau voor zouden gebruikt worden. Madame Massé, vous avez la parole. Madame la présidente, chers collègues, je pense que nous devons regarder plus loin. De quoi monsieur Van Loo, monsieur Dasselaar veulent-ils nous convaincre aujourd'hui qu'ils sont les meilleurs garants du fonctionnement du Sénat alors que nous constatons dans la pratique qu'ils sont d'habitude peu enclins à faire fonctionner à plein régime l'institution qui est la nôtre. Je veux dire ici, parce que j'ai entendu certaines attaques, toute notre confiance en madame Stéphanie Dose pour mener à bien les réformes nécessaires en termes de chantier démocratique et ils sont bien sûr extrêmement importants au Sénat ou ailleurs. Je dis donc, regardez plus loin que ce qu'il se passe aujourd'hui. Pourquoi ? Cette proposition nous amène à l'avenir, lorsque le Sénat devra se choisir une présidente encore, ou quelquefois un président, disposer de la plus grande liberté possible. En cela, le groupe Écolo Groen voit une amélioration. C'est un mécanisme qui amène davantage d'ouverture et qui augmente les possibles. C'est le genre de démarche que nous voulons soutenir pour amener davantage de personnes à exercer des responsabilités, par exemple en présidant une assemblée. Merci. Merci beaucoup. Mevrouw de Béthune en daarna monsieur Van Gotsenhoef. Mevrouw de Béthune. Dank u wel, voorzitter. Collega's, ik zou graag benadrukken dat de CD&V-fractie voor deze reglementswijziging zal stemmen. Wij ondersteunen deze wijziging die het mogelijk maakt voor elke erkende fractie in de Senaat om een kandidaat voor het voorzitterschap voor te dragen. Het is een verbetering van het reglement, het is een actualisering van het reglement, het is ook een democratische versterking van het reglement en een afstemming op wat gebeurt in andere assemblées en in de lijn ligt van wat ook aanbevolen wordt door de Interparlementaire Unie. Het was hoog tijd dat we die wijziging invoerden. Collega Ancho, ik dank u voor uw voorstel. U hebt dat al een hele tijd verdedigd en wij sluiten daar nu bij aan. Dank dat u die tekst geformuleerd heeft en op zo'n evenwichtige manier binnen het respect van de politieke evenwichten die gelden in onze assemblée. Het is een positieve evolutie en een goed teken, vind ik, dat wij deze legislatuur hier inzetten, zelfs die eerste zitting, door een democratische stap vooruit te zetten. Ik zie dat als een goed voorteken voor het begin van deze legislatuur, waar we heel wat kunnen doen rond politieke vernieuwing. Ik hoop dat we die uitdaging ook samen zullen aangaan. U zal in ons daarvoor een partner vinden. Om die politieke vernieuwing inhoud te geven. De bevolking verwacht dat van ons.
De mensen verwachten dat terecht. En dat wordt een boeiende opdracht waar we samen zullen aan werken. Staat iedereen vrij, want ook dat is de democratie, staat iedereen vrij om elke stap vooruit te denigreren, af te breken, door de kleine lens te bekijken. Het staat u vrij om dat te doen. Wij verkiezen om dat op een positieve wijze te benaderen. Het heeft een bittere smaak om het op een negatieve wijze te doen, maar dat zal dan elk voor zijn rekening nemen. Ik zou, voorzitter, in naam van de CD&V-senaatsfractie u willen danken en mijn waardering willen zeggen voor de wijze waarop u onze Senaat de voorbije maanden hebt voorgezeten. U hebt dat gedaan, voorzitter Laruelle, u hebt dat gedaan met beslistheid en gezag, met respect voor eenieder en met veel dynamisme en met positieve uitstraling. En ik wil u namens onze fractie daar ook heel hartelijk en heel warm voor bedanken. En ik formuleer de wens dat uw opvolgster, die wij straks zullen verkiezen, aanstellen. En ik hoor ook dat er toch al heel vele kijken in de richting van onze collega van de VLD, collega Dozen. Ik zou haar willen zeggen dat wij haar vooraf al veel succes wensen met die opdracht, die een mooie opdracht is en waar ook democratisch toch al wat uitdagingen, toch al wat werk op de plank zal liggen. Collega Dozen, in opvolging van mevrouw Laruelle en anderen, zal u de vijfde voorzitter worden in de Senaat, de vijfde vrouw op een rij. We hebben het glazen plafond hier al een paar jaar geleden doorbroken. Niet toevallig de assemblée met minder gezag, die nieuwer is na de hervormingen, met meer politieke moeilijkheden om zich waar te maken, die enorm onder druk staat en onder een negatief spervuur van sommigen. Maar nog de voorzitters of voorzitters van de Senaat, nog de leden, zullen zich daardoor laten intimideren. Wij hebben een opdracht die onze kiezers ons hebben meegegeven. En het is ook een mooie dag, voorzitter Laruelle. Ik ben zeker dat u samen met ons en alle collega's en collega Daams heeft erop gewezen. Ik had het ook genoteerd. Een mooie dag dat vandaag ook aan de andere kant van het Paleis der Natie, daar waar de tapijten groen zijn, ook een vrouw het voorzitterschap voor het eerst in handen krijgt. En het is geenszins de bedoeling, denk ik, dat voortaan nog alleen vrouwen onze assemblée zouden voorzitten. Dat is niet onze ambitie, maar het is wel een mooi symbool dat die stap vandaag wordt gezet. Eindelijk, hè? Eindelijk. Een heel mooi teken ook dat we een paritaire regering hebben. En ik hoop dat die cultuur kan worden verder gezet. En als dat geen teken is van politieke vernieuwing, opnieuw een stap. En er zullen nog vele komen in deze legislatuur, als het ook van mijn fractie afhangt. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw de Béthune. Monsieur Van Watsenhoven. Meneer Beck, Safna. Merci, madame la présidente, chers collègues. Je ne peux évidemment que vous confirmer que mon groupe soutiendra sans l'ombre d'un doute et sans trembler cette modification du règlement. Je remercie pour sa perspicacité notre collègue Bertensio, qui, in tempore notre suspecto, avait évidemment identifié qu'il était nécessaire et justifié de pouvoir faire évoluer ce règlement. Oui, le Sénat doit disposer de la plus grande liberté possible dans le choix de son président. Le respect, oui, le respect de la représentation proportionnelle des groupes politiques implique en effet que les membres des cinq membres élus du bureau doivent être répartis entre les cinq plus grands groupes politiques. Cette règle empêche donc les autres groupes politiques de présenter un candidat à l'un de ces mandats et il était justifié de faire évoluer les choses. La proposition à l'examen étend le droit de présenter un candidat à la présidence à tous les groupes politiques représentés au sein des commissions permanentes, tout en préservant au maximum la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du bureau. Et donc, cette proposition, elle est à la fois équilibrée, saine et de bon sens. Et aujourd'hui, excusez-moi, mais j'ai plutôt eu l'impression
que malheureusement, dans certains nombres d'interventions, c'était surtout le bon sens qui manquait. On a voulu élargir le débat à des considérations très vastes, une fois de plus, évidemment, la question de l'avenir du Sénat et de son rôle. Je suis évidemment sans doute pas le plus expérimenté d'entre vous, mais je m'étonnerai toujours de l'énergie considérable qui est dépensée pour entraver le fonctionnement de cette institution. Je dirais que si on n'y croit pas, qu'est-ce qu'on fait ici, alors, si ce n'est effectivement déployer une énergie énorme à faire en sorte de faire la démonstration que ceci, c'est-à-dire notre travail quotidien, ne sert strictement à rien. Je pense que pour mon équilibre mental, j'aurais beaucoup de mal à m'imaginer dans cette posture, c'est-à-dire avoir un rôle permanent qui consiste à faire en sorte que l'endroit où je dois siéger soit absolument entravé dans son fonctionnement quotidien et soit réduit finalement à une non-existence et à aucun rôle démocratique. Donc voilà, je ne peux pas me borner à cela et je ne doute pas qu'avec la nouvelle présidente, nous puissions travailler concrètement faire avancer cette institution. Je ne doute pas un seul instant qu'elle aura à cœur de la faire vivre, de la faire évoluer, parce que toutes les institutions doivent évoluer pour garder sens et valeur. Pour le reste, permettez-moi évidemment de terminer ma courte intervention en disant combien ces 16 mois passés sous la présidente de ma collègue, de notre collègue et de mon amie Sabine Laruelle furent des moments heureux. Elle fut et elle est toujours d'ailleurs encore aujourd'hui à cet instant une excellente présidente. Et donc, en respect pour elle et aussi parce qu'il faut éviter que les quelques fleurs qui l'attendent ne soient fanées, sachons faire en sorte que ce débat puisse se clôturer et se clôturer afin que nous puissions passer aux autres points à l'ordre du jour. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Van Goetzenhoff, meneer Beks. Dank u, mevrouw de voorzitter. Zeer kort, na een jaar in deze assemblée, moet ik zeggen dat ik ontroerd ben door de manier waarop de collega's van Vlaams Belang en N-VA hier de goede werking van de Senaat verdedigd hebben. Ik moet zeggen dat ik van hen tot nu toe vooral obstructie heb gezien en pogingen om ervoor te zorgen dat deze Senaat zo weinig mogelijk kan doen. En ik hoop dat wat we hier vandaag doen misschien een aanzet kan zijn om in de toekomst meer te kijken naar wat we wel kunnen realiseren. Wij steunen het voorstel van reglementswijziging. Daar is al veel over gezegd. Ik ga daar nu niet verder op ingaan, maar wij denken wel dat het een hele goede zaak is dat zoveel mogelijk senatoren door deze Senaat kunnen aangeduid worden als voorzitter in de toekomst. En die toekomst die begint weldra. Maar ik wou toch ook, mevrouw de voorzitter, het woord nemen om u uitdrukkelijk te bedanken voor de manier waarop u het laatste jaar dit voorzitterschap heeft ingevuld. In niet altijd evidente politieke omstandigheden heeft u dat op een zeer kordate, op een zeer waardige manier gedaan. En ik denk dat iedereen hier u daar dankbaar voor is. En ik druk ook de hoop uit dat die nieuwe voorzitter dat op eenzelfde manier zal doen, weliswaar elk met zijn stijl. U heeft uw stijl, Stefanie heeft de hare. Maar ik ben er ook van overtuigd, collega's, dat we met Stefanie Doze een voorzitter zullen hebben die het parlement verdedigt. En die niet, want dat is hier vandaag al aangehaald, in of slaafs de regering achterna loopt. Ik heb collega Daams horen zeggen dat zij nog maar een korte parlementaire ervaring heeft, maar ik ben in het Vlaams parlement er toch getuige van geweest hoe Stefanie Doze vanuit de meerderheid opkomt voor de cultuursector wanneer dat nodig is. Of dat daar nu afspraken in de meerderheid over gemaakt worden of niet. Zij komt die afspraken weliswaar loyaal na, dat moet ik er ook wel bij zeggen. Maar ze zorgt wel dat het belang van de cultuursector daarin gerespecteerd wordt. En ik reken erop dat u dat ook in de toekomst zult doen wat betreft het belang van het parlement. En ik ben daar ook van overtuigd dat dat zo zal zijn. Dank u wel. De algemene bespreking is gesloten. Nous passons à la discussion des articles. Article 1, pas d'objection adoptée. Article 2, pas d'objection adoptée. Article 3, pas d'objection adoptée. Nous procédons immédiatement au vote nominatif sur l'ensemble de ce texte. Le vote aura lieu dans l'hémicycle. Je vais donc d'abord inviter les membres présents dans l'hémicycle de venir voter et j'invite aussi
les groupes à venir tour à tour. J'invite donc, une fois que les membres présents auront voté, les sénateurs qui appartiennent au groupe PS de venir voter dans l'hémicycle. En ik nodig ook de sénatoren die behoorten de SPA fractie. On distribue les bulletins de vote, on met l'urne. On ne doit pas signer, on va voir que vous êtes là. On doit signer. Bon, non. Non, vous ne devez pas signer. Faites ce que vous voulez. Une fois que votre bulletin est rempli, vous pouvez venir la mettre dans l'urne. Et après, ce sera PSN-SPA. Na PSN-SPA, Zalzain et Holokroon. Moi, je veux bien un bulletin aussi. Je suis encore sénatrice. Dank u wel. PS en SPA en daarna Egelogroen. Dus u kan... les bulletins n'ont pas été donnés. Ce serait plus facile quand même les donner. Ce serait quand même plus facile de donner les bulletins dans les salles. Qui remplissent déjà dans les salles. Ça me semble trop simple, mais... Faudrait donner dans les salles. Hein. Vraiment, c'est plus simple. Ici, ça fait bouffon. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on peut, pour les autres, aller donner dans les salles? Non, ça, vous ne voulez pas, mais c'est, ça fait bouffon, ça ne sert à rien. Selon le règlement, non. Il faut voter ici. Le règlement, non, il faut voter ici. Je propose que la prochaine modification du règlement, on puisse voter en cas d'urgence et de problèmes sanitaires dans d'autres salles. Ça ralentit les choses pour... Écolo Groun peut entrer. S'il vous plaît. Ah, je veux bien, merci. Pas dans l'enveloppe, juste le bulletin, ce sera plus facile à dépouiller. Merci bien. Non, pas dans l'enveloppe. Merci, Écolo Groun. Na Écolo Groun, Etzal PTB, PVDA, Zain. Dus ik nodig de sénatoren tot de PTB. Je vais enlever mon masque, on m'entendra mieux. Ik nodig de sénatoren tot de PTB, PVDA. Uit om aan de stemming deel te nemen. Vous pouvez retirer de l'enveloppe si vous voulez bien, ce sera plus facile. Pas dans l'enveloppe. Pas dans ne mettez pas votre bulletin dans l'enveloppe. Merci. Est-ce que je peux inviter les sénateurs qui viennent voter à prendre un petit bic? Oui, retirez le bulletin du SNAP TB PVDA Vlaams Belang en daarna VLD Fractie, Open VLD Fractie. Dus Vlaams Belang en daarna Open VLD. Na Open VLD MR. Ja, niet in de enveloppe. Ja, niet. Oké, perfect. Niet in de enveloppe. Dus Open VLD MR
Endarna, CDH, CDNVN, NVA. Il n'y a personne de l'OpenVLD et du ML, je suis comme un peu tracassée. Si, si, non. Ils sont très loin alors. C'est ça. Dus OpenVLD, MR, CDNV. Oui, il faudrait les faire avancer, mais ça devient un peu compliqué. Dus ICNO du Haug de CDNV, LEDE. Donc, pas remettre dans l'enveloppe le bulletin. Pas dans l'enveloppe. Pas dans l'enveloppe. Niet in de enveloppe. Dus ik nodig de CDNV en daarna de NVA-fractie. Avancez peut-être pour remplir votre bulletin, comme ça, ça ne fait pas un petit bouchon. NU, NVA Fraxie, ik nodig uit de leden van NVA Fraxie. Il faut vraiment changer le règlement. Hein. Il faut vraiment changer le règlement. Je ne comprends pas, c'est, ça n'a pas de sens. On est d'accord. Pas remettre le bulletin dans l'enveloppe, niet in de enveloppe, ja. Yeah. Valentine, je suis au Sénat. Il n'y a rien d'urgent. Ça va attendre. Oui. Oui. Voilà, ici il y a quelqu'un qui s'est trompé de vote et donc on notera dans les annales qu'il y a une erreur de vote. Mais ça ne changera pas le résultat, nous sommes d'accord. Nous allons donc maintenant procéder au dépouillement. Tout le monde a voté ? Iedereen heeft gestemd ? Ok, dépouillement. Est-ce que vous devez faire ça ici ? Oui ?
Parfait. Le vote nominatif sur la proposition de modification des articles 8, 14 et 75 du règlement du Sénat. Nous avons eu 46... votants. Drie enderticleden en voorgestemd. 13 ont voté contre. La proposition de modification du règlement est adoptée. Je voudrais m'adresser à l'Assemblée et proposer à celle-ci la démission, ma démission en tant que présidente du Sénat et par-delà la démission du bureau. Ceci étant acté, quelqu'un a-t-il une proposition ? Ah oui, non, je dois d'abord dire que conformément à la décision du bureau, je propose de continuer et de mettre en place le bureau définitif. Oui, monsieur Anciot ? Ja, voorzitter, ik wil heel kort nog even tussenkomen op het juiste moment. Ik hoor dat u ontslag neemt. Ik wil u namens mijn groep en ik denk namens heel veel mensen in dit half rond danken voor een voortreffelijk en schitterend voorzitterschap. U hebt uw stijl. We kennen elkaar al een tijdje. Ik heb u meegemaakt in dezelfde regering ooit. U hebt uw stijl, maar u hebt in ieder geval een bijzonder duidelijke houding altijd aangenomen voor de Assemblée en voor elk lid van deze Assemblée. U bent met hart en vuur voor de Senaat gegaan en u hebt, en dat vind ik bijzonder belangrijk, steeds de belangen van het personeel ook verdedigd. Het personeel heeft aan u een bekwaam, maar ook een zeer loyaal voorzitter gehad. Ik moet zeggen dat ik meestal het eens ben met u, maar de weinige keren dat ik het niet met u eens was, moet ik zeggen dat ik vaak het onderspit moest stelven, omdat je bijzonder goed nadenkt over wat je voorstelt en nooit iets snel doet. Ik daarentegen ben soms een beetje impulsief, alhoewel dat het soms meer lijkt alsof het impulsiviteit is. Ik wil u danken voor uw trouw aan deze democratische werking van de Senaat. En ik denk, ja, we gaan straks overgaan tot de verkiezing van een nieuw bureau. Ik hoop dat de nieuwe voorzitter in uw voetsporen treedt en het debat hoog plaatst. Het debat over onder meer de toekomst van deze instelling, het debat over de verscherping van de democratie, het debat over hoe particratie en democratie soms echt niet hand in hand gaan, maar vooral ook over de onafhankelijkheid van het parlement en van de parlementsleden, dames en heren. Want er zijn te veel partijlakeien in de politiek. En soms lijkt het alsof partijvoorzitters even goed een aantal stembriefjes in de hand kunnen gestopt worden. Ik hoop dat het debat en het luisteren naar elkaar, waar u absoluut voor gevochten hebt, en dat zal ik nooit vergeten, dit is een bijzondere knappe eigenschap van een partijvoorzitter, van een parlementsvoorzitter, het luisteren, het debat terug centraal plaatsen. U hebt dat gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat de volgende voorzitter dit ook zal doen. En mevrouw de voorzitter, ik zal u straks nog een cadeautje geven, maar ik ga u niet met bloemen over het rondlopen, maar ik zal u dat straks geven. Dank u wel. Madame Gauchy. Pardon. Merci, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. Je ne vais pas revenir sur tout ce que mon collègue de gauche vient de vous dire, mais je tenais aussi, Madame la Présidente, à vous remercier. Vous remercier pour cette année où je suis arrivée au bureau. Vous m'avez écolée, vous m'avez appris énormément de choses, toujours dans la concertation, dans un souci de démocratie. Vous avez souvent, et moi je ne vous connaissais pas du tout, je n'avais jamais siégé
à vos côtés, j'ai appris à vous connaître, à vous apprécier, à apprécier votre hargne lorsque vous étiez sûr que vous aviez raison. Et donc ça, j'apprécie beaucoup. Je voulais aussi vous dire que, en tant que femme, c'est parfois difficile d'arriver en politique, qu'il a fallu à un moment donné des quotas pour y arriver, malheureusement. Je suis aussi une femme d'un quota différent, femme d'origine étrangère, etc. Et aujourd'hui, j'apprécie le fait que nos collègues hommes se rendent compte de la qualité, de la valeur que les femmes apportent et de la plus-value que les femmes peuvent apporter lorsqu'elles sont dans un poste. En tout cas, merci. Je pense que cette année, vous avez pu être, en tout cas, l'étendard de ce Sénat. Vous avez aussi été une défendresse du personnel, je pense qu'ils le savent. Et donc, je voulais vous remercier pour cette année, cet écolage, et vous dire que nous allons continuer à travailler ensemble avec la même rigueur et la même fermeté. Et je tenais à vous offrir quelques fleurs pour vous remercier. Je repars en train, je dois acheter une place en plus. Un tout grand merci, meneer Van Loo. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb het u persoonlijk al gezegd, mijn appreciatie voor u als voorzitter van deze instelling. U kent natuurlijk het standpunt van mijn fractie over deze instelling, maar dat wil niet zeggen dat ik het grootste respect heb voor u als persoon, en ik denk dat wij ook op een goede en correcte manier hebben samengewerkt. U was ook open ten aanzien van alle fracties, ook al verschillen we van mening op verschillende punten, en zijn er ook zeker gelijkenissen tussen ons, ook ten aanzien van de visie over de hervorming van de Senaat, dat inderdaad volgens ons als instelling had dit meer een deelstaatparlement moeten zijn waar de deelstaten vertegenwoordigd zijn met visies die vanuit de deelstaten. En kunnen we natuurlijk niet zomaar een senaat zijn zoals die vroeger bestond. Maar ik denk dat u dat op een correcte manier hebt gedaan. Ik heb dat geapprecieerd. Mijn fractie heeft dat geapprecieerd. En ik wens u daarom nog succes. En ik wil u ten zeerste bedanken voor het werk dat u hier gedaan hebt. Merci beaucoup. Avant de procéder à la mise en place du bureau définitif, je rassure tout de suite Madame Doos, elle va venir très vite ici. Comme je l'ai dit au bureau, ich habe geen speech voorbereid. Het is niet mijn style. Je voudrais en tout cas vous dire que j'ai beaucoup apprécié travailler avec chacune et chacun d'entre vous, que ça a été un grand honneur pour moi de présider cette honorable assemblée. Ik wil ook elke fractie, elke lid van de Senaat voor de goede samenwerking en de goede sfeer. We zijn niet altijd met eens, maar we kunnen een goede en sommige et sterke débats. Et pour moi, c'est ça le fonctionnement aussi d'un Parlement, c'est ces débats et puis c'est d'arriver à un accord. Last but not least, ik wil meneer de Greffier, meneer de Algemeen directeur, maar ook alle personnel, leden van de Senaat, bedankt voor uw professionnalisme, pour la qualité des prestations, toujours avec le sourire, et aussi dans ces moments difficiles de Covid. Alors c'est vrai que je m'énerve un peu encore en disant que ça ne va pas assez vite, il faudrait ceci, il faudrait ça, mais c'est toujours dans la bienveillance, et je voudrais vraiment vous remercier, j'ai beaucoup
apprécié travailler avec vous et je vais rester sénatrice. Et donc, enfin, sauf si quelqu'un décide autrement, mais normalement, je resterai donc sénatrice. Et je me fais déjà un plaisir de pouvoir continuer mes débats avec chacune et chacun. Mevrouw Beina de Voorzitter, ou en tout cas Mevrouw Doos. On va peut-être installer le bureau et puis je vous dirai quelques mots. C'est peut-être une manière plus correcte de fonctionner. En tout cas, un grand merci à tout le monde. Comme décidé au bureau, je propose de rester à la présidence du Sénat encore quelques instants, le temps de l'installation du bureau définitif. Quelqu'un demande-t-il la parole ? Meneer Daams. Bent u al in de samenstelling van het bureau nu, mevrouw de voorzitter? In dat geval stel ik met bijzonder veel fierheid de kandidatuur van mevrouw Stefanie Doos voor als voorzitter van de Senaat. Merci bien. Comme il n'y a pas d'autre candidate, madame Doos est désignée élue présidente du Sénat. J'installe le bureau tout de suite. Pour le bureau, monsieur Van Watsenhove. Merci, madame la présidente. Je propose la confirmation du bureau sortant dans son ensemble, étant entendu que madame Sabine Larual est nommée en tant que membre du bureau. Parfait. N'ayant pas d'objection, le bureau est définitivement installé. Mevrouw de Voorzitter, ik geef u de plaats. Met heel fierheid. Goedemiddag. Beste collega's, cher collègue. Een jaar geleden vertelde Sabine Larual hier dat dit de jongste Senaat ooit is. En ik ben zeer trots dat de Senaat nu ook zijn jongste voorzitter ooit heeft. En, mevrouw de Bethune, zijn vijfde vrouwelijke voorzitter. Het is een bewijs van de nieuwe wind die door de politiek waait. Meer jeugd, meer vrouw. Meer dynamisme. Qua politieke vernieuwing kan dat al vaststellen. Het is onze plicht om die vernieuwing door te trekken. Ook hier in deze Senaat. Mesdames et messieurs, depuis plusieurs mois, le monde subit de plein fouet les conséquences du coronavirus. Des milliers de compatriotes nous ont quittés, laissant derrière eux des parents, des amis qui pleurent leur départ. Nos pensées vont à toutes ces personnes. Le virus a causé des dommages sociaux et économiques graves. Mais ce même virus a aussi montré la force et la résilience de nombreux concitoyens, le sens des responsabilités et le courage de tous ceux et de toutes celles qui travaillent en première ligne. Nous avons vu à quel point les Belges sont solidaires, à quel point l'unité nous rend plus forts. Toch toonde de gezondheidscrisis ook een zwakte. Geen zwakte van mensen, maar een zwakte van structuren. Een crisis die alle geledingen van ons land doorkruist, houdt geen rekening met de zesde staatshervorming. Zo'n crisis wacht niet tot alle bevoegde niveaus onderlinge afspraken hebben gemaakt. En ik ben ervan overtuigd dat u allen, wat uw mening over de toekomst van deze Senaat ook is, de waarde inziet van een goed debat over de werking van ons land. Als vertegenwoordigers van de deelstaten kunnen wij het leven van de Belgen beter maken door grondig te onderzoeken hoe dit land kan werken voor haar inwoners. Want meer dan procedures en structuren moet een overheid de samenwerking tussen ons allen uitstralen. Ik nodig u dan allen uit om samen te kijken hoe we het anders kunnen doen. Samen, met alle leden, met alle fracties, hier en in de andere parlementen van ons land. Samen met u zal ik ook de Senaat grondig onder de loep nemen. Ik neem vandaag plaats aan het hoofd
van een instelling met een indrukwekkend verleden, maar ik beloof de blik op de toekomst te houden. Mesdames et messieurs, il y a 15 mois, vous avez choisi Sabine Laruelle pour être votre présidente. C'est au nom de toute notre assemblée que je tiens à la remercier aujourd'hui. Sabine, vous avez présidé le Sénat d'une main énergique et résolue, avec le pragmatisme d'une ingénieure agronome. Vous savez que le temps est précieux et vous avez souvent invité les orateurs à en venir à l'essentiel. Sabine, merci, un grand merci pour la manière dont vous avez présidé le Sénat, avec dynamisme et avec correction, avec dignité et résolution, sans l'oublier une bonne dose d'amour. Merci, Sabine. Je peux vous donner des fleurs? Voor uw bloem wil ik ook enkele woorden tegen u te zeggen. Ik zal ook niet een lange speech maken, maar ik wil du fond du cœur het allerbest voor uw voorzitterschap te wensen, voor uzelf en voor de Senaat. Bedankt et vous pouvez compter sur ma coopération et mon travail plein entier. Un grand merci et je suis vraiment très fière de céder la présidence à une jeune dame, et je paraphrase Rick, talentueuse. Bravo, félicitations et bonne présidence. Et je vais aussi vous offrir des fleurs. Alors, chers collègues, au travail. Ik dank u. Voilà, we kunnen overgaan tot het volgende. In overweging neming van voorstellen. De lijst van de in overweging te nemen voorstellen in de commissies waarnaar zij zullen verzonden worden, werd elektronisch meegedeeld. Zijn hierbij opmerkingen? Nee, dank u wel. Collega's, op 28 augustus is minister van Staat Antoinette Spaak van ons leven. Zij was een vrouw met overtuiging en een pionier in talrijke domeinen. 40 jaar lang heeft zij het Belgische politieke leven kleur gegeven. Née à Etterbeek, en 1928, cadet de trois enfants, fille de l'homme d'État Paul-Henri Spaak, elle grandit à l'ombre de quatre générations avant de manquer l'histoire de la Belgique. Sa grand-mère, Marie Janson, est la première femme occupant un mandat de sénatrice en Belgique. Son enfance et son adolescence furent marquées par une curiosité et un appétit de vivre qui animèrent toujours Antoinette Spaak. Dès qu'elle sut lire, elle fut prise par la passion de la lecture qui ne l'a jamais quittée. Als kandidaat in de wijsbegeerte aan de letteren van de ULB zette zij een punt achter haar studie in de rechten om te huwen en zich aan haar gezin te wijden. Gedurende 22 jaar wijdde zij zich thuis aan de opvoeding van haar kinderen. Die levenservaring hielp haar inzien hoe moeilijk en ingewikkeld de taak van de vrouw in onze huidige maatschappij wel is. Après le décès de son père en 1978, Antoinette Spaak se lance en politique sous la bannière du Front démocratique des Bruxellois francophones qu'il avait rejoint à la fin de sa vie. Deux ans plus tard, elle est élue députée et assumera la présidence du FDF pendant 6 ans. Elle fut ainsi la première femme à accéder à la direction d'un parti politique en Belgique. Op het politieke vlak richtte zij haar belangstelling en haar optreden ook in belangrijke mate op Europese vraagstukken. Zij was 10 jaar lang lid van het Europees Parlement. Voor Antoinette Spaak bood de Europese Unie de doelmatigste en de stevigste waarborg voor vrede
en veiligheid. Geen gelegenheid liet zij voorbij gaan om te pleiten voor een sterk Europa en voor de noodzaak van lid te blijven van het NAVO-bondgenootschap, zoals haar illustere vader dit reeds voor haar had gedaan. Haar hele leven droomde zij van een Europa zonder grenzen. En 1983, Antoinette Spaak fut nominée ministre d'État par le roi Baudouin. Cette fois encore, elle fut la première femme en Belgique à exercer cette charge. Zelfs wanneer zij haar zienswijze met overtuiging en vasthoudendheid bekend maakte, wist Antoinette Spaak nog altijd blijk te geven van matigheid en eerbied voor de anderen, ook voor haar politieke tegenstrevers. Om haar gedachten te formuleren, hanteerde zij een instrument dat zowel rijk als sober is en dat zij meesterlijk wist te gebruiken, de Franse taal. Als lid van de Conseil de la langue française weigerde ze lijdzaam toe te zien hoe het Frans steeds vaker voor het Engels moest zwichten. Voor haar was het Frans meer dan een taal, het vormde een te verdedigen cultureel erfgoed. Dynamiek, résolu. Animée du besoin d'entreprendre et de réussir, Antoinette Spaak avait un côté entier, déterminé, combatif, concret et direct. Capable d'entraîner les autres vers des buts constructifs, elle s'engagea toujours à fond, en mettant beaucoup de finesse et d'essence dans des contacts. Sa vivacité d'esprit, sa distinction, sa culture, son exemplaire courtoisie, son expérience et son talent complètent cette riche personnalité. Elle a toujours servi de modèle aux femmes d'entrer dans cette bastion des hommes qui était la politique. En mon nom personnel et au nom du Sénat, je m'associe à la tristesse de sa famille et j'adresse à ses enfants et ses proches nos plus vives condoléances. Merci. Overeenkomstig artikel 151, paragraaf 2, tweede lid van de Grondwet en artikel 259 bis 2, paragraaf 2 van het gerechtelijk wetboek, moet de Senaat met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor Justitie benoemen. De Hoge Raad is samengesteld uit 24 leden en gedeeld in een Nederlandstalig en een Franstalig college. Elk college telt 11 magistraten en 11 niet-magistraten. De groep van niet-magistraten telt per college tenminste 4 leden van elk geslacht en bestaat uit ten minste. Eerste lid. 4 advocaten met een beroepservaring van tenminste 10 jaar Bali. Tweede lid. 3 hoogleraren aan universiteit of een hogeschool in de Vlaamse of de Franse gemeenschap met een voor de opdracht van de Hoge Raad relevante beroepservaring van tenminste 10 jaar. Derde lid. 4 leden die houder zijn van tenminste een diploma van een hogeschool van de Vlaamse of de Franse gemeenschap met een voor de opdracht van de Hoge Raad relevante beroepservaring van tenminste 10 jaar op juridisch, economisch, administratief, sociaal of wetenschappelijk vlak. Tenminste 1 lid van het Franstalig college moet het bewijs leveren van de kennis van het Duits. Per college worden tenminste 5 leden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door een orde van advocaten of door een universiteit of hogeschool van de Vlaamse of Franse gemeenschap. De Senaat heeft in het totaal 59 kandidaturen ontvangen. Het bureau stelt voor deze kandidaturen ontvankelijk te verklaren, met uitzondering van die van de heer Michel de Mulder, aangezien deze kandidaat niet in het bezit is van een diploma van een hogeschool van de Vlaamse of de Franse gemeenschap. Het gedrukte stuk met de lijst van alle kandidaten voor de te begeven mandaten werd rondgedeeld onder het nummer 780/1. Op 2 en 5 oktober 2020 organiseerde de Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden hoorzittingen met de kandidaten. Alle senatoren hebben kennis kunnen nemen van het curriculum vitae van de kandidaten, hebben hun verdiensten kunnen vergelijken. Geen opmerkingen hierbij, collega's? Dan is al dus besloten. Ik stel voor dat we bij geheime stemming overgaan tot de benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie.
Gelet op de veelheid van de criteria waaraan de samenstelling van de Hoge Raad moet voldoen, is tijdens de vergadering van het bureau afgesproken dat de Senaat zich zou uitspreken over een modellijst. Deze modellijst bevat een aantal kandidaten dat gelijk is aan het aantal openstaande mandaten. U heeft derhalve een stembrief ontvangen die twee luiken omvat. Enerzijds een modellijst die 11 Nederlandstalige en 11 Franstalige kandidaten bevat. Boven die lijst staat één enkel stemvakje. Anderzijds een lijst met de namen van alle kandidaten voor elk college. Naast elk van deze kandidaten staat een stemvakje. De leden die het eens zijn met de modellijst worden verzocht het stemvakje boven deze lijst zwart te maken. Zij die daarentegen de modellijst niet wensen goed te keuren, kunnen maximaal 22 voorkeurstemmen uitbrengen, waarvan 11 voor Nederlandstalige kandidaten en 11 voor Franstalige kandidaten. Het staat elke senator zodoende vrij te stemmen voor de kandidaten van zijn keuze. Een stem uitgebracht tegelijk op de modellijst en op één of meer afzonderlijke kandidaten zal dan als ongeldig worden beschouwd. Mocht de modellijst niet de vrijste meerderheid krijgen, dan zal het bureau zich beraden over de te volgen procedure. Het lot wijst... Dank u wel. De heer Andries Griffroy en de heer Gaëtan van Gwatsenhoven aan om de functie van stemopnemer te vervullen. Mag ik gewoon verder? De stemming heeft in het halfrond plaats. Eerst brengen de leden die de vergadering in het halfrond bijwonen hun stem uit. Vervolgens nodig ik de senatoren die de vergadering vanuit andere zalen volgen beurtelings per fractie uit om te komen stemmen. Na de stemming keren zij naar hun zaal terug. De stemming is geopend. Van de eerste PS-fractie en de SPA-fractie. Ik nodig graag de senatoren die behoren tot de PS-fractie en de SPA-fractie uit om aan de stemming deel te nemen. Ik nodig de senatoren die behoren tot de Ecolo en de Groen-fractie uit om deel te nemen. Ik stel voor dat we even pauzeren. Want ze gaan niet hier tellen. Het is een geheime stemming, dan mag je dat niet hier tellen. Na de stemming dan, hè? Ja, de stemming is gesloten, dan zeg ik stel voor dat we even pauzeren. 5 minuten. Ja, dat zal niet duren. Ik nodig de senatoren die behoren tot de PTB PvdA-fractie uit om aan de stemming deel te nemen. Ik nodig de senatoren die behoren tot het Vlaams Belang uit om aan de stemming deel te nemen. Ik nodig graag de senatoren die behoren tot de Open VLD-fractie uit om hun stemming te doen. Ik moet dat niet altijd zo letterlijk herhalen. Ik kan gewoon zeggen in er. Of niet? Dat moet zo letterlijk zijn. Nee. Soms is letterlijk belangrijk, maar hier niet. Okay. Ik nodig ook graag de MR-fractie uit.
Dank u wel. Senatoren van CDH. Dank u. CD&V-fractie. En tenslotte nodig ik de N-VA-fractie uit. Merci. Heeft iedereen gestemd? Tout le monde a voté? Voilà, iedereen heeft gestemd. De stemming is gesloten. Ik stel voor dat wij even schorsen terwijl er wordt geteld.
Collega's, hier volgt de uitslag van de geheime stemming over de benoeming van de 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor Justitie. Nombre de votants, aantal stemmenden 47. Bulletin blanc ou nul, blanco of ongeldige stembriefjes 4. Vote valable, geldige stemmen 43. Majorité des deux tiers, twee derde meerderheid 29. De modellijst behaalt 43 stemmen. 43. Derhalve worden tot leden van de Hoge Raad voor de Justitie verkozen verklaard. Voor het Nederlandstalig College Joke Baak, Sonja Beck, Frank Franceus, Saskia Kerkhoffs, Hilde Melotte, Walter Muls, Niek Peters, Gunther Stevenaert, Piet Taalman, Bernard Tieleman, Charlotte Verhagen. Pour le collège francophone, Françoise Collin, Vanessa de Franken, André Delé, Pedro Ferreira Maru, Joseph Georges, Christine Guillain, Elvira Heijen, Philippe Lambrecht, Eric Lemmens, Pierre Nicaise, André Rizopoulos. Les candidats qui n'ont pas été élus comme membres effectifs sont proclamés élus membres successeurs. U kan de namen van de opvolgers raadplegen in de handelingen van deze vergadering. Il en sera donné connaissance au ministre de la Justice. Meneer Dazeleer. Voor een technisch vraagje. Ik hoor dat u de blanco en ongeldige stemmen, dat u daar een pot van maakt. Blanco stemmen is toch niet noodzakelijk ongeldig, of vergis ik mij? Blank en ongeldig is gewoon samengeteld. Meneer Dazeleer, blank en ongeldig worden gewoon samengeteld. Dank u wel voor uw opmerkzaamheid. Goed, collega's. De agenda van deze vergadering is afgewerkt. Wij zien elkaar heel graag terug op 13 november 2020. Hiermee verklaar ik de vergadering voor gesloten. La séance est levée. Dank u wel.